Waarom kan een vogel vliegen, maar een mens niet? Of zou die dat ook kunnen? Maar hoe dan? Hoe zit eigenlijk een baby in de buik van de moeder? Hoe ontstaat een fossiel? Hoe ziet een spier eruit en waar begint en eindigt die? Waarom zie je een cirkel in het water als je er een steentje in gooit? En waarom lijkt het ene gezicht perfect en is een ander dat toch echt niet? Leonardo da Vinci, 1452 tot 1519, was niet alleen zijn leven lang nieuwsgierig naar alles in de wereld om hem heen. Hij wilde de antwoorden op al zijn vragen over het leven en de wereld ook vinden. En dan niet uit een boek, maar door zelf te kijken, te denken en te vragen. Zo werd hij een homo universalis, een universele mens. Dat betekent dat hij heel veel kon en heel veel wist. Zijn leven begon helemaal niet zo fijn. Hij werd in het dorpje Vinci geboren, vlakbij Florence. Vandaar zijn achternaam, Da Vinci, Leonardo uit Vinci. Zijn vader was notaris, een mooi beroep met aanzien, maar hij was niet met de moeder van Leonardo getrouwd. Als je ouders niet getrouwd waren, telde je in die tijd minder mee. Het maakte het daarom voor Leonardo heel lastig om geaccepteerd en gerespecteerd te worden. Toen Leonardo eenmaal volwassen was, besloot hij zich niet te veel aan te trekken van wat de mensen over zijn afkomst zeiden. Hij wilde wat van zijn leven maken. Hij wist dat hij goed kon tekenen en besloot daarom schilder te worden. Hij werd leerling van beeldhouwer en schilder Verrocchio. Die merkte al snel dat Leonardo da Vinci misschien wel een betere schilder was dan hemzelf.